We zijn hier bij het Klooster Hotel in Amersfoort. Laten we eens kijken hoe dat er binnen uitziet. Ja, inderdaad. Nu is het nog leeg, maar straks vult heel deze zaal zich met bestuurders uit Nederland van de basketbalverenigingen en volleybalverenigingen. De Nevo en de Basketbalbond hebben een selectie aan sprekers uitgenodigd die workshops gaan geven vandaag. Als ik zeg zitten, ga je staan. Als ik zeg staan, ga je zitten. Ja? Ja? Zit? Sta? Nee? Ja? Nee? Veel van jullie ambities die je als Nevobo hebt geformuleerd met je verenigingen komen heel erg overeen met wat we ook afgelopen jaar bij de basketbal hebben gedaan met de verenigingen. Tot ziens, tot zo. Ja. Hoi, succes. Hartstikke mooi hier in de natuur. Okay. En er worden mooie onderwerpen aangestipt hier. Nou ja, ik hoop dat dit er ook ingezet wordt door de mastervlogger, maar dat zullen we wel weer zien. Ik heb mijn inspiratie opgedaan bij sponsoring. Denken, wat heeft het bedrijf aan jou in plaats van ik heb geld nodig en ik wil jouw logo ergens? Dat integer besturen meer inhoudt dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Dat ik een vertrouwenscommissie ga oprichten in zaken tegen die tijd. Dat ik bedacht had om de spelers zelf een taakomschrijving te laten maken. Ik neem mee de ervaring van andere mensen vandaag en de feedback van de mensen die de workshop gegeven hebben. De punten die werden genoemd bij communicatie. Bijvoorbeeld dat je een nieuw lid een goed welkom bent. Dat ze in de lucht springen, het veld op gaan en een balletje pakken. En dat doorvertellen. Wat ik meeneem uit deze dag is vooral heel veel inspiratie en vooral heel veel waardevolle contacten. Heb je nu na dit filmpje heel veel zin gekregen in zo'n bestuurderscongres? Kom dan volgend jaar, want volgend jaar is het weer. Schrijf jezelf in, je bent van harte welkom. En de lunch was prima. Tot volgend jaar.